Wij gaan SpongeBob's Dream betreden. We hebben daar Kelp Forest. Daar hebben we 50 voor nodig, hadden we al gezien. Hier 60, maar we hebben 46 spatula's. Dus hopelijk kan ik hier in de Dream... SpongeBob's Dream weer wat spatula's vinden, want... We moeten toch uiteindelijk terechtkomen... Want als dit 50 en 60 is, dan zal die Chum Bucket wel 70 zijn. With sleep comes dreams. What mischief can be found in this sub-aquatic somnambulant realm? Dream bubbles. I'm surrounded by dream bubbles. I wonder what that means. Gary, what are you doing here? Meow. Oh, so I'm dreaming. Well then, first thing I'm gonna do is dream myself up a mustache. Meow. Thanks, Gary. It does make me look more rugged, doesn't it? Meow. More tasks? Well, I could use more golden spatulas, but where should I start? Meow. Meow. You mean each dream bubble has a golden spatula in it? Meow. I'm ready. Meow. Yes, Gary, I'll be careful. Okay, SpongeBob's Dream. Daar gaan we weer terug. Nee, ik moet verder. Ik zit te kijken, maar die jump kan ik nooit maken. Het is een bijzonder mechanisme hier, hoor. Maar dan word ik ook nog beschoten. En door een beest wat ik niet kapot kan slaan, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Oh. Oh. Ik dacht ik sla de beest kapot en ik kon weer niet. Voorzichtigheid is geboden. Kijk je nou. Hoe ik word geflasht. Kijk nou wat... Ah. Waarom druk ik op de verkeerde knop? Ik snap het niet. Waarom doe ik dit nou? Het is niet moeilijk. Blijf gewoon rustig. Druk op de goede knop. Maak geen domme fouten. Ja, godverdomme. Kom op, man. Ik moet die laatste, moet ik dus rushen, denk ik. Als hij op mij begint te schieten. Kijk, dat het lastiger wordt, dat is logisch. Want we komen ook verder in de game. En dat betekent niet dat ik in één keer als een idioot de verkeerde knoppen moet gaan indrukken. Kom nou, wat is het nou voor onzin? Doe gewoon normaal. Ik stond daar niet eens. Wat is deze?
Oh, nou ben ik weer te snel. Ik word ongeduldig, hè, merken jullie? Ik word ongeduldig. Nou, kom op. Met die onzin. Oh. Ik dacht ik ben er. Maar nee, ik word keihard geflasht. Wat is dit? Daar is een golden spatula. Kan ik hem killen met een raket? Of kan dat ook niet? Ja, zijn shield is eraf. Oh, God, het schiet mis. Hij schiet mis. Oh. Bam, shield eraf. Nog een keer. Hé? Kan ik ook dit ding ermee raken? Daar kunnen we alleen bowlen. Daar kunnen wij alleen bowlen. Oh. Nou, die robot is dood. Wat een... Kijk dit gaan, jongen. Oh, ben ik weer aan het begin. De verkeerde knop. Dit is bijzonder frustrerend, dames en heren. Ik ben te ongeduldig, waardoor ik fouten ga maken. Jullie zien het hier live gebeuren. Doordat ik ongeduldig ben, maak ik fouten. Oh, ik spring er weer overheen. Kijk, dit werkt. Dat hebben we net al gezien. Oh nee, hij schiet op mij. Hij schiet op mij! Nu ziet u mij niet. Bam. Bowlen. Uitkijken voor die bal. Die bal lekker laten rollen. En dan op het laatste moment op de bal springen. Die golden spatula pakken. Oh, ha! Lekker. Want ik heb ze zo hard nodig. Hè. Kan ik niet dat plateautje omhoog laten gaan? Dat ik hier kan fast travelen of zo?
Oh, 10 minuten om één ding goed te doen. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ik zie ook geen checkpoints. Ik ben echt bang, jongen. Ik ben bang. Hier is iets. Checkpoint. Oh, oh. Laat mezelf weer hitten. Oh, sla hem gewoon. Dan moet ik hier elke keer shiny objects voor betalen, maar binnen die dream sequences kan ik dus wel golden spatula's halen. Sandy's Dream. Het ziet eruit als een enorme glijbaan. Het ziet er ook uit als Texas. Wow, your dream is massive. Everything in Texas is big, even dreams. Then you're just the right person to reach the spatula on top of that golden acorn. My dream, my rules. I'll get that spatula faster than a Texas jackrabbit crossing a four-lane highway. Nou, ben benieuwd. Ik kan nog van karakter wisselen. En daar kan ik als SpongeBob zijnde. Gelukkig is dit niet timed. Wat doe ik nou? Waarom pak ik nou die lasso? Waarom? Waarom? Ja, squirrel power. Oh. Waarom pak ik die lasso? Ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Omdat ik een idioot ben. Oh. Oh. Door die vorige scène lukte mij niet meer om de rust te bewaren. Daar ben ik achter. Het lukt mij niet meer om de rust te bewaren. Ik kan daar alleen maar als Sandy naar de overkant. En omdat ik niet meer de rust bewaar, gaat het mis. Ik moet gewoon rustig blijven. Someone better make good use of all these. Wat zijn dit? Manure? Karren met scheid? Oh, wat een smalle wegen, jongen. Hier is iets. Kost 2800. Heb ik dat? Ja. Puts challenges in their own dreams. Squirrels? We're tough like that. Oh, you'll need to be real tough to make this series of swings. I could do it in my sleep. You are asleep. As I said, in my sleep. Well, there's a golden spatula. Golden spatula, ja, ik heb ze nodig. I'll do it so fast, it'll make your head spin faster than a horny toad on a merry-go-round. Why can't I ever just dream normal dreams of world domination? Is er bij het huis zelf ook nog iets? Daar lijkt het niet op. Ik hoef niet eens te swingen, joh. Ja, ik moet wel swingen, want anders val ik. Pak dat ding dan, jongen! Oh mijn god.
Oh, nu wel. Nu wel. Robot productiedingen kapot maken. Kan hier gewoon op lopen op die olie. Nou, de Golden Spatula. Oh, wat een ordeal, jongens. Oh, ik ben kapot slecht. Ik ben niet slecht, ik ben onrustig. We hebben ze nodig. 50 hadden we er nodig voor één gebied. En 60 voor het volgende gebied. Pakken wat we pakken kunnen. Nou, Sandy. Goed dat ik hier weer wat extra munten meepak, want ik heb toch munten ook weer nodig, hè. Als ik al die extra dreams wil unlocken, kost elke keer weer munten. Dat hebben jullie ook gezien, hè. Wat is met al die scheidkarren, jongen, die manurewagens. Scheidkarren. Waarom zou je daarvan dromen? Dan ben ik hier weer. Oh, de route is de andere kant op. De route is hier ook de andere kant op. Ik moet richting die grote gouden eikel. Ik zit hier in een wolk. Waar ik nu ben, ben ik net nog niet geweest. Checkpoint. Ja, al die shiny objects meenemen, die weet maar nooit waar die voor nodig zijn. Wat is dit? Koeien. Die gooien met taarten? Wat? Sandy heeft vreemde dromen. Ik denk dat ik bij dit huis misschien wel nog had moeten zijn. Ik ga er gewoon naartoe springen. Een sok. Ik had gehoopt op een golden spatula. Het is een normale sok. Ja, die golden spatula's, ik heb ze nodig, jongens. 50 voor het volgende gebied, 60 voor een gebied daarna. Ik heb de getallen al gezien. Maar dan waarschijnlijk dus voor de chum bucket
Nog meer. Die baan wordt steeds smaller, jongen. Lijptunnel. Zie je niet waar ik naartoe ga? Stroomdingen en koeien. Gevaarlijk. Hier is de golden spatula. Oh, nou, ik heb er weer één bij. 49. En we hebben dus 50 nodig om naar het volgende gebied te gaan. Maar we hebben hiermee Sandy's Dream doorlopen. Ik kan nog met hem praten. Wow, if anyone was going to make it down this sky slide, it was going to be you. Dankjewel. SpongeBob kan weer door naar het volgende gebiedje. Bam. Ja, hallo. There's nothing like the smell of bubbles in the morning. Smells ja. Like victory. Nou, dan gaat hij weer omhoog. Dan kan ik hier naartoe. Dan hebben we Sandy's Dream doorlopen en daar dus twee spatula's gevonden. En waar moeten we dan naartoe? Oh mijn god, ik zie heel niet waar ik ben, man. Waar moet ik heen? Daar? Ja, dat denk ik. Maar dit is weer een bijzondere techniek, hoor. Een bijzondere techniek. Ook weer, omdat je dus in dit bovenaanzicht niet goed kunt zien waar je bent. Als je zo van bovenaf kijkt, kan ik niet goed zien of ik nou wel of niet goed boven dat dingetje hang. Zie je dat? Snap je wat ik bedoel? Nou, ik ben bij Squidward's Dream gekomen, maar hier bovenop was ook een golden spatula. Oh, dit was nice. Dit was nice. 1999. Hij kost 1000. Oké. Dit kan ik betalen. We gaan eerst naar Squidward's Dream. Want ik wil extra dingen. Cover your ears. Mr. Krabs, what are you doing in Squidward's Dream? Hard time, boy. Or at least it feels like it. Do you think you can make it across this sheet of music to the golden spatula on Squidward's big nose? Don't worry, Mr. Krabs. I'll end this challenge on a high note. Good luck, boy. When you get there, try to wake him up. I'm running out of aspirin. Oh. Bing. Oh, dat zakt in elkaar. Ik dacht, ik wacht gewoon rustig op dat kruis.
Rustig aan doen is geen optie. Checkpoint, lekker. Checkpoint, lekker, wat is dit, trommels? Huh? Oha. I'm ready. Okay. Ja, kijk hem gaan, jongen. Die noot, die gaat gewoon van mij weg. Hoe moet ik dit doen als die noot van mij weggaat, jongens? Timing. Nu komt hij terug. Ja, dan kan ik die jump niet maken. Die noot moet vooraan zijn. Gaan. Oh, er gebeurt iets. Oh god, ik ben er. Zo. SpongeBob met zijn grote neus. Of Octo met zijn grote neus bedoel ik. Nou, het is ons gelukt, meneer Krabs. Good job. Now, let's hoist anchor and get out of here. Gaan we terug naar SpongeBob's droom. Maar ja, we missen dus elke keer wel, we leveren shiny objects steeds in, om dus verder te komen. Ja, dit kan niet, maar ik doe het toch. Kijk, dit kost 1000 en ik heb 1034. Hebben we hier dan Patrick's 3? Patrick's 3, ja. Oh, zo komen er wel wat spatula's binnen. Spatula, give it here. Not so fast, SpongeBob. You'll have to pass my test before you get this golden spatula. Very well, sir. Challenge accepted. Very well. Your challenge is to find the golden spatula! You're holding it. You did it! Now here is your reward. Nou, dankjewel, Patrick. Dat was het. I challenge you to... Patrick, I... Yes? I already solved the challenge. You did?
Then here's your reward. You already gave it to me. I did? Then I challenge. Patrick, I. Oh, dat was jammer. Ik denk, misschien gaat hij mij oneindig spatula's geven. Anders kom ik echt tekort straks. Oh. Say hello to my little bubble friend. Hier. Bam. En hier ligt ook nog een golden spatula. Die neem ik ook nog graag mee. Dan heb ik de Dream World doorlopen, denk ik. Ja, ik word weer teruggegooid bij het begin. You wanna leave now? Meow. I know it's my dream, but I want you to stay. Meow. Oh, thanks, buddy. Ja, dan gaan we er maar uit. Wat een drama. Wat een drama. Maar het is ons gelukt. Nou, dat scheelt. Ja, dan hebben we de Kelp Forest voor 50. En dan hebben we die voor 60. Maar ja, als inderdaad die Chum Bucket nog meer kost, dan ben ik bang dat ik nog een beetje moet backtracken, want ik heb meer spatulas nodig. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Deze video hebben we doorlopen. We gaan in de volgende video naar Kelp Forest. Want dat kunnen we betalen. Dus ik zie jullie graag dan. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.